Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe video. Vandaag thema 3, familie en vrienden. Leuk hoofdstuk, familie is leuk en vrienden zijn leuk. We gaan kijken wat je nog weet. Wat is dit allemaal? Denk even goed na. De familie, het gezin. Zie je het verschil? Het gezin is gewoon bij wie je thuis woont, hè? Broer, zus, vader, moeder. En de familie is heel groot. Dit zijn de ouders. En dit is de vader. De volgende. We blijven bij een gezin, maar wie is wat? De moeder, de zoon en de dochter. Stel je voor, de zoon was een meisje geweest, een dochter, dan waren dat zussen van elkaar geweest. Dit is dus de zus van hem. De volgende. Denk even na. De broer. De grootouders. De opa, hij dus. En de oma, zij. En samen zijn het de grootouders. Volgende. Dit is opa, oma. En dit is het kleinkind. En ook het kleinkind. De broer van jouw vader of moeder is je oom. De zus van je vader of moeder is je tante. En weer het kind van je oom en tante is dan je neef als de jongen is. En bij je meisje is het je... Goed zo. Je nicht. Dit is de man. Dit is de vrouw. En dit is de jongen. Volgende. We hadden net de jongen en dit is het meisje. En dit is het kind. Dat kan ook een jongen zijn, hè? Wij zijn allemaal mens. Dit is de mens. En dit is de vriend. Dat betekent, hè, dit is misschien een schoolklasje of bij jou in de straat. Dit zijn vrienden van elkaar. De vriend en dan het meisje. De vriendin. En dit is de klasgenoot, hè, samen één klas. Dit is de baas van school. Of misschien later van je werk. En de andere op je werk, dat zijn je collega's. Dus op school is de klasgenoot en op je werk de collega. Volgende woordjes. Dit zijn buren van elkaar, de buren. Maar dit is de buurvrouw. Het team en de baby. We gaan verder. We hebben baby gehad. Daarna krijg je deze, daarna deze. Hoe heet het? De peuter. Dus de baby wordt de peuter, de kleuter en later de puber. En die kind die naar school gaat is het schoolkind. Verder. De puber wordt de volwassene. Dit is de geboorte als er een nieuwe baby is op aarde. Elk jaar heb je de verjaardag en misschien jij later ook, dan heb je de bruiloft. Verder. Als iemand doodgaat, dan heb je de begrafenis. Nooit leuk natuurlijk, maar helaas. Dit is wat leuker. Verliefd. Dit is weer niet leuk, hè. Liefdesverdriet. En dit is trouwen. Laatste drie. Denk even na. Samenwonen. Man en vrouw wonen samen in het huis. Scheiden is juist uit elkaar gaan. En... deze woont hier alleen. Zij is alleenstaand. Ze heeft niemand anders in huis. Oké, dat waren de woordjes. Wat moet je vandaag doen? Je gaat een stamboom maken. Wat is een stamboom? Dit is een stamboom. Opa, oma. En je hebt oom, tante, zoonschap, neef, nicht hebben we gehad. En dan gaan we dus, jullie gaan dus van je eigen familie gaan jullie stamboom maken. In magister kun je dit papiertje vinden.
Hier ben jij. Je vader, je moeder. En dan de opa, oma van je vader even invullen. En opa en oma voor jou van jouw papa's of vaders kant. En je broer en zus en je kan hem nog even aanpassen. Het is een oefening om de woordjes goed te leren. Wat is een opa, wat is een oma, wat is papa, mama, broer, zus. Deze kun je op Magister vinden of op je telefoon. Je moet hem even invullen, even een foto maken en hem opsturen via Magister. Vergeet ook niet op Magister te kijken voor opdrachten van andere docenten. En als je klaar bent kun je nog dit gaan doen. Succes!